vicepremier die op donderdag 22 oktober op intensieve zorg werd opgenomen. Ik ben Robin. Ik ben naar deze richting gekomen omdat veiligheid mij zeer interesseert. Ja. Ik ben 22 jaar, de oudste van mijn klas. En tot nu toe een heel goede tijd. Ja, en. Ik heb voor integrale veiligheid gekozen omdat ik graag bij de politie wil gaan binnenkort. Ik zit al sinds het vijfde op TSM en ik studeer de multimedia voor deze richting. Cool. Een heel fijn gevoel, omdat ik nu kan terugkomen als politieagent, wat altijd, inspecteur dan, wat altijd mijn droom is geweest. Daarom dat ik dit jaar ook heb gedaan, om deels voorbereid te worden op de politie. En dat is uiteindelijk gelukt. Mm. En ik vind het heel tof om hier terug te zijn en een voorbeeld te zijn naar de leerlingen momenteel. Zelfs als nachten moet werken als de meerderheid in onze zone. Maar ja, ik vind dat niet veel, maar omdat je weet dat ook als je bij de politie gaat, dan weet je dat je nachtshiften moet werken. We doen van alles, wij blitsen uit. Wij zijn nu bezig met deze auto. Buiten ook onderdelen van de auto bijvoorbeeld. Dus ja, we leren wel alles hier. Spuiten, dat vind ik heel leuk. Dat is iets speciaals, dat is nog wel een leuke uitdaging. Want om zo'n afgewerkt stuk te hebben zien staan, zal altijd wel een tof gevoel hebben. Geduld. Omdat de eerste keer gaat dat niet direct lukken. Na een tijd word je dat gewoon en gaat je dat gevoel krijgen. En dan gaat dat in één keer vlotter. En dan gaat je ook zien hoe leuk het nog is. Dat was anders, van de lagere school naar de middelbare school. Maar ik heb mijn weg wel gevonden. En, ik ben nu hier in 7e, mijn laatste jaar. Altijd leuk. Vriendelijke leerkrachten. Altijd wel speciaal, dat is altijd wel tof. Welk personeelslid zou volgens u een standbeeld verdienen hier op school? Een standbeeld? Meneer Ibrahimi. Meneer Ibrahimi? Ja, topleerkracht. Meneer Ibrahimi? Meneer Ibrahimi staat daar. Heeft dat een verband met het feit dat hij hier nu staat? Nee. Oké, okay, goed. Hij is een goede leerkracht en kan heel goed met de jeugd omgaan. Dus hij is altijd vlot bezig met alle leerlingen. Ja, dit is een geloofwaardige uitleg, meneer Ibrahimi. Dat is een emotioneel moment, meneer. Ja, maar die mannen zitten in hun uitfase, dus vooral naar afwerking toe. Het lakken en het monteren van de voertuigen. Vooral omgaan, in team kunnen werken, zeker ook, we maken die jongens klaar voor de arbeidsmarkt, in team kunnen werken en vooral productenkennis. Maar... Stef van der Veken, wat was de spannendste dag van je TSM-carrière? Voor mij was de spannendste dag zeker de proclamatie vorig jaar en daarna met heel de klas het stad in duiken. Ze zei dat je direct naar een dienst kunt gaan, eigenlijk het CIC, nu had je de opnachten, misschien een heel voorbeeld. Maar dat je de kans hebt om voor een zorg te tekenen en na een jaar interventie komt er een interessant plaats bij. Vond ik het stoorde, zeer interessant. Want voordien zag ik wel dat ze er stonden, maar wist ik nooit echt wat het allemaal in verschillende taken waren. Natuurlijk, nu met corona is het nog gespecialiseerder. Ja. Ik vind het ook heel interessant dat we van verschillende, zoals de regering, dat dan de douane opstuurt of defensie, dat die komen praten en meer info geven over. Wat dat ze doen, want douane heeft nu ook veel meer mijn interesse getrokken, terwijl dat ervoor niet was. Ik heb mezelf hier een klein beetje leren kennen. Ik wist nog niet goed wie ik was, wat ik wou. Binnen politie zijn dan ook. Doordat ik hier zoveel aanboden heb gekregen, is dat mij toch wel meer en meer duidelijk geworden. Wat zal je altijd bijblijven aan je tijd op TSM? Ik denk voornamelijk de leuke kansen die we hebben gekregen om te proeven van de verschillende veiligheidsgroepen. En de leuke lessen op Campus Vesta en Total Safety en zo. Ik ben Jitse van Integrale Veiligheid en ik zal het nooit vergeten hoe wij allemaal op Campus Vesta in onze blauwe overal liepen. Dat zijn de lessen van Campus Vesta waar onze richting enorm goede ervaringen aan. Ik ben Carlos, ik ben 7 jaar aan Carlos 3. Goed, Carlos. En we komen hier een mooie klas van te trekken. Ja, zeg, wat zijn de vooruitzichten, Carlos, voor dit schooljaar? Ons diploma halen natuurlijk. Uw diploma halen? Zijn slagen dit schooljaar. Normaal gezien moet dat lukken, zeker. Want jij bent in de eerste graad gestart. Klopt. Als goede leerling. Ja, en zo gaan we eindigen. Al een stukje persoonlijkheid. Zeker, wat zijn uw herinneringen aan de eerste graad? Hele mooie herinneringen. Dus vertel eens wat verfijnder, Carlos. Verfijnder? Wat is uw topherinnering? Ik ben heel goed voorbereid geweest voor op de bovenbouw te komen. Ja. En ja,
Het is gewoon een hele warme school. Een hele mooie uitzicht van beneden, we zijn onder de toren. Ja, en ja nu, wat vind je van de nieuwbouw? Heel proper afgewerkt en heel proper. Snel. Ja. We zijn er heel content mee. Je bent er heel content mee. En wat zijn je toekomst? Het toekomstplan is gewoon dit jaar diploma halen en dan op school gaan doen. En ja, uiteindelijk, ik heb hier heel goede herinneringen aan, omdat ik toch wel een beetje het gevoel heb dat TSM mij heeft gebracht tot waar ik nu sta. Uh-huh. Omdat ik toch wel vind dat ik een goede begeleiding heb gekregen tijdens dit jaar. Wat zijn jou? Ja, bij de politie. Hangt er nog een beetje vanaf wat. Dat is vooral waarom ik hier zit om te ontdekken waar ik graag naartoe wil gaan. We zijn verf aan het maken, alleen we hebben verf gemaakt. En nu zijn we door de filter aan het doen, zodat dat vloeiend is, zodat wij de verf kunnen spuiten, zodat we geen fouten krijgen. Ja. En kun je iets zeggen dat je die verf gemaakt hebt? Ja. Hier met deze machine. Met weegschaal. Ja. Ja. Meneer, heeft dat goed uitgelegd? Ja, zeker. Oké, okay, goed uitgelegd. Ik ben een zevende jaar. Ik zit heel mijn leven in deze. Sinds, sinds het eerste jaar. En de bosklasse zeker. Ja, ah wel, wat zijn uw herinneringen aan de bosklasse? Bosklasse, bowlen. En er was ook, dat ga ik nooit vergeten, Omar die was overgereden met een vrachtwagen. Het is waar, jongen, dat is waar. Omar is vorig jaar afgestudeerd. Hè? Ja, ja. Het is goed gekomen, hè? Hoeveel procent kans is er dat je een diploma behaalt? Ik denk wel dat je 70%. Om de klas mee te trekken, bijvoorbeeld als we voor school ergens verzamelen, natuurlijk wel op veilige afstand van elkaar. En het wordt een beetje krap, dus ik wel altijd de eerste dat zegt van mannen, kom, we moeten wel op tijd op school zijn, want in onze richting wordt op tijd zien als een heel streng iets gezien. Huh? Dus ik probeer er wel een beetje meer verantwoordelijkheid te pakken, maar ik vertrouw erop dat iedereen ook wel zijn verantwoordelijkheid zelf kan pakken. Dat is mooi, hè? Dat is natuurlijk leiderschap, noem men dat. Herken jij dat, Robin, dat Robin natuurlijk leiderschap heeft? Ja, dat is wel waar. Je merkt dat wel echt enorm. Ik denk ook vooral dat dat komt omdat hij al iets ouder is en ook wel weet dat hij een beetje verantwoordelijkheid krijgt, aangezien hij de oudste is. En hij doet dat wel goed. Hij heeft ook wel de klas goed bij elkaar en zo. Complimenten, man. Dat is toekomstgericht, is dat wel mooi. Vooral dat ze altijd, ten allen tijde, hunzelf moeten blijven. Dat is heel belangrijk binnen de job. Als er iets is, vertel het dan ook. Ga praten met mensen. Als je iets niet weet, vraag het aan mensen. De politiewereld, en niet alleen de politiewereld, daarbuiten ook, sta open voor alles wat dat er op je pad kan komen. En een ambitie moet je hebben. Maar ja, start er niet op blind. Wat mij altijd zal bijblijven op TSM, zijn de mensen van de klas. Dat is een toffe bende. En echt shout-out naar iedereen daar. Love. Peace.